Ja, dames en heren, dit is hoe ik een eigen level ga maken in Mario. En ik dacht van, ik ga gewoon eens wat geks maken. En ik ga het level spelen als het klaar is. We gaan gewoon skippen nu naar het level wat ik heb gemaakt. Oké, ik heb het level voltooid. Of nou ja, een beetje aangepast. En ik ben benieuwd hoe jullie het gaan vinden. Ik ga het sowieso testen nu in de testrondes. World 1. Daar gaan we. Ik zal een fullscreen doen, dan kunnen jullie mee genieten. Hey, bekend ditje. Oké, wat zijn de toetsen eigenlijk? Oh! Yeah! We krijgen een... Yes! Even wachten. Oh, nee, shit! Dat is gevaarlijk. Hallo! Zo van die koekentroppers. Kijk hoeveel. Oh nee. Wow, nee. Oh. Oh. Dat liedje. Ik moet wel opschieten, want anders ga ik... Let op. Gaat goed zo. Oh! Yes! Oh, die zit daar vast opgesloten naar beneden. Ja, daar ga ik mooi in. Kijk hoeveel. Wow! Was een instinker. Ik moet hem halen. Ik moet hem halen, lieve lach. Ik ga... Yes! Woehoe! Dit was de test. Dit was een leuke level om te doen, denk ik. Ik heb er heel veel van... Ja, ik heb er smileys in gedaan. Ik had er wat wolken in gezet. Nou, als je ziet, heb ik het een beetje aangepast. Hier heb ik ook een, hier en daar wat gebouwd. Heel veel checkpoints. Echt heel veel checkpoints. En ja, hier om te misleiden een pijltje neergezet. Nou, en hier om eindelijk die vlag was te halen. En dat was het einde van het level. Als jullie er meer willen zien. En als jullie willen vinden dat ik nog meer levels helemaal vanaf het begin moet bouwen. Dus dat ik gewoon helemaal opnieuw moet bouwen. Laat het weten in de comments. En dan, ja. Dan zie ik je de volgende keer misschien wel in de nieuwe aflevering van Super Mario. It's me! Doei doei!